Hele goedemorgen allemaal! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 29 mei en ik ben niet scherp. Oké, het is vandaag 29 mei en vandaag is de allereerste opnamedag van Dance. Yes! Super zin in! Met Kai, Maan, Sein, Toprak. Voor de rest weet ik het allemaal niet. Maar we gaan vandaag Kai en Maan supporten. En ik zeg wij. Want ik ga samen met Ien erheen. En mijn hondjes zitten weer heel raar aan te kijken. Hier op de grond. Ik heb net ontbeten. Ik heb net de vlog gekeken van Jamie Lee. Met mijn moeder. En het is nu. Even kijken. 11 uur. En ik ga zo meteen omkleden. En dan ga ik richting school. Want ja, dat moet ook gebeuren. En ondertussen, ben ik weer niet scherp, is hier de vlog aan het uploaden voor jullie. Die jullie vorige week maandag hebben gezien, geloof ik. Dat ik naar de Efteling ging in, met Tim, Aaron, Jamira en Ian. Dat was super gezellig. En ik ben wel moe, maar ik zit bomvol energie, want ik ga vandaag naar Dance. Yes. Super zin in. En ik moet ook nog even tickets sturen. Dat ga ik zo ook even doen. En ik ben ondertussen wel verkouden. En de ambulance of iets rijdt voor mij. En ja, dus ik ga er zo meteen vandoor. En ik neem jullie weer gezellig dit hele weekje mee op stap. Dus kijken jullie mee. Shirtje van de Forever 21. Die heb ik. Wanneer mag je naar Amsterdam? Vrijdag gekocht. De broek is van de Bershka. En schoenen. En van Vans. En deze tas mee. Super zin in. We gaan nu lekker eten. En daarna neem ik jullie gewoon verder mee. In mijn dag, in mijn week, zes mijn maand, in mijn jaar, in whatever. Dus let's go. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik ben nu thuis. Ik was vanochtend wakker geworden bij Ien, maar ik heb helaas daar niet meer gevlogd. En ja, ik ben dus thuis. Ik heb dit aan, net als gisteren. Like, het zit gewoon super lekker. Gisteren Dance was echt heel vet. Al die kandidaten zijn zo ontzettend goed. Het niveau echt van die deelnemers, die is gewoon letterlijk hier. En het is echt heel goed. Ik ben trots op Maan en Kai ook. En super, ze hebben het allemaal heel goed gedaan. Ik ga zo meteen naar school toe. Ik ga vandaag een schooldag van 1 tot half 3. En daarna weet ik nog niet wat ik ga doen. Maar ik ga denk ik eerst even ook nog een beetje bijslapen. Want ik lag om 2 uur pas in. Best wel laat. Maar ja, dat is niet of het een of ander. Maar, oh my god, ik heb een krulletje. En ik ga nu even tanden poetsen en nog even mijn tasje pakken. En dan ga ik er zo echt vandoor, want Jamie moet niet te laat komen vandaag. Want ja, ik ben bijna nooit te laat. Maar als ik te laat ben, dan ben ik ook echt aardig een kwartier te laat. Dus, let's go to school. Ik zit in de auto. Het is nu al een paar uur verder trouwens dat ik voor het laatst heb gevlogd. Het is nu een paar uur verder, het is nu rond een uur of 4 en ik zit met mama in de auto. We gaan even boodschappen doen bij de Appie. En het is altijd zo benauwd in de auto. Maar goed, let's go, we gaan lekker boodschapjes doen. Een hele goede morgen allemaal, het is vandaag donderdag. Ik zit in de stad in Rotterdam, kijk achter me. Ik zit bij de markthal en het is nu 2:10. Vanavond ga ik gezellig een hapje eten met Ruby. Ik heb even een cadeautje voor haar gekocht bij Xenos. Xenos is daar. Ik zie hem bij de markthal en ja, ik ga jullie laten zien wat ik heb gekocht. Het zit in dit tasje.
Ik heb een koffieding gekocht, want ja, Ruby houdt van koffie. En een hele lieve kaart heb ik gekocht voor haar. En het weer is echt top. Ik vlog een beetje awkward, want ja, weet je, er zitten hier veel mensen. En ja, ik ga niet met mijn camera helemaal recht zitten. Dus als ik aan heb, dit de schoenen. Het is zo lekker, dus ik ga even naar de markthal. Even daar, of nee, hier gewoon lekker nog chillen in de zon. En dan lekker telefoontje plegen. En dan lekker vanavond eten met Pizza Hut, met Ruby en Angelique. En Miranda en Larissa en Naomi. Dus gezellig. Dus is het alweer een paar uur verder. En we zijn net naar de cookie dough winkel geweest. En met we is ik en Ian. Wow, heel mooi. We hebben cookie dough gehaald en ik heb, ja, het is een beetje aangevreten. Ik heb M&M's, stroopwafel en Nutella saus. En het zit op de Pannenkoekse straat. Zeg maar hier, voor de mensen die bekend zijn in Rotterdam. Het zit zeg maar hier en dan daar heb ik nog iets zitten. En dit is super lekker, dus we gaan lekker eten. En straks uit eten met, ik ga dan uit eten met Ruby. Ines gaat niet mee. Ha. Maar die heeft... heel mooi een boekje gemaakt voor school. Ze vindt het zelf lelijk, maar oké. Okay. Lelijk. Food. Hey, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag 3 juni 2017. Het is nu rond een uur of 1. Dus we gaan zo meteen weg. We gaan zo meteen naar Zoetermeer toe. En met we bedoel ik mijn mamaatje, mijn zus, mijn opa en ka. En we hebben dus, zoals jullie weten, hebben we twee honden. En ze hebben een nieuwe, spelletje bedacht. Wie trekt als eerst buurmans broek uit? En dat is bij hun een spelletje. En dat hebben ze zeg maar zelf bedacht. Geen idee. Dit is wat ik op dit moment draag. Mijn outfit voor vandaag is deze oversized sweater van H&M. Hij is een beetje grijzig. Mijn broek komt van de Bershka, een groene fans. En mijn haar ook niet werken vandaag. Het is nu 10 voor 1. We gaan zo weg. We gaan zo mijn opaatje ophalen. En ja, en morgen is het benefiet concert van Ari in Manchester. Dat is op tv. Dus dat ga ik ook lekker kijken. Met één grote bak popcorn. En wat drinken en lekker chillen en dat kijken. Want ik ben best wel bedield. Weet je wel. Ja, ik ga zo meteen naar weg dus. Ik ga zo meteen naar Zoetermeer. En ik brabbel alweer een beetje 2 minuten bijna. Dus ik zie jullie zo in de auto. Een hele goede morgen allemaal. En het is vandaag zondag. De laatste dag van het weekend. Oké, morgen heb ik ook nog vrij, maar dat zien jullie allemaal in de volgende week vlog. Er moet trouwens iets van mijn hart. Ik zit er al best wel lang over te twijfelen of ik moet doorgaan met de weekvlogs. Want ik zit heel erg te denken, omdat ik natuurlijk best wel weinig heb gevlogd de afgelopen weken. En ja, toch wel de drang heb om toch nog af en toe wat losse vlogs te uploaden voor jullie. Vind ik dit ook heel erg gaaf. De week vlogs. Dat is standaard gewoon echt een video van mij online staat. Op maandag. Kijk, hier ben ik aan het vloggen. Yay! Met mijn mobiel. Dus ja, daar moet ik nog even over twijfelen. Laat ook even weten in de comments wat jij wil. Wil jij dat ik doorga met weekvlogs maken? Of dat ik gewoon losse vlogs upload? Ik ga nu even in bad zitten. Ik ga me klaarmaken voor de dag. Want vanavond gaan we met de hele familie uit eten bij een Indonesisch eethuis in Zoetermeer. En daar heb ik gisteren ook gegeten. Was super lekker. Toko hupplepup, toko ramen, toko weet ik veel. Ik zie het allemaal wel. In Zoetermeer. Dus ik ga lekker in bad en mijn haar zit gewoon weer heel erg flawless. Dus, ja, dus ik ga lekker in bad zitten. Ik heb trouwens wel gisteren nieuwe oortjes gekocht, zoals je kan zien, van het merk. Dit merkje. Het merk is
tools. En ze werken heel fijn en het is roze goud. Superleuk. Ik ga lekker in bad en dan spreek ik jullie zo weer. Eten, we hebben het daar gegeten. Hey Toto. Oh ja, kom, we gaan naar Kota. We gaan nu naar de dorp. Nee, maar het is in Zoetermeer niet. Jawel. Jawel, het is al dicht. Die schat is al dicht. We gaan nu naar de dorpstraat lopen. Of nee, we gaan met de auto. We gaan naar de dorpstraat. Ja, we gaan naar de dorpstraat. En vanaf Ariana Grande Beach. Hey. Doeg. Doeg later mensen. Ik ga me denk ik maar inschrijven voor een dieet bij New Physic. Dit is wel mijn restaurant hoor. Staat er nog Beyoncé? Oh nee, wacht. Er moet nog een eten tussen. Ben jij ook zo'n luilak? Oké, we lopen dus nu op een heel mooi plekje in Zoetermeer. Kijk, allemaal mooie groen. En hier groen. Daar wat huizen. Super mooie natuur. En allemaal echt hele mooie dingen. Daar staat trouwens een heel mooi veranda op het water. Super mooi. En we hebben net lekker gegeten bij die toko. Het was super gezellig. En we gaan nu lekker naar huis. Want vanavond Ariana Grande. Kijken. En dat gaat heten One Love Manchester. En we zijn nu hier aan het lopen. Dit is trouwens de outfit die ik aan heb. Deze trui komt van de Vintage Store in Rotterdam. De broek van Bershka, schoenen, Vans. Het is een super leuke outfit. En we lopen nu weer terug naar de auto. En ik film het even met mijn iPhone, want het gaat toch wat makkelijker dan mijn camera. Dus het is wel echt heel mooi groen hier. Dus ik spreek jullie zo weer. Zoals je kan zien sta ik weer in mijn kamer. Ik heb mijn pyjama aangetrokken. Een shirt komt van de Forever 21 met Elite erop. En mijn broek komt van de Adidas Store. Heb ik al echt al 4 jaar of zo. Mijn familie is inmiddels al naar huis. Ariana Grande Benefit Concert is al afgelopen. Heeft het dan 9 miljoen dollar opgehaald voor haar Benefit Concert. En ik duik lekker mijn bed in. Het is nu ongeveer 11:50. En dan ga ik er lekker een eind aan breien aan deze vlog. Als je hem nou leuk vond, doe die dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet me ook niet te volgen op al mijn social media kanalen. Twitter, Instagram, Snapchat in de beschrijving. En dan zie ik jullie in de volgende week vlog weer. Dus tot volgende week. Doei doei. Oh, en heb een heel goed nieuwe week. Dus doeg.